Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 1 januari 2016. Dat is het bulletin van vrijdag. Een heel gelukkig nieuwjaar allemaal. Vanavond hebben we zoals bijna altijd Contestia, bandbreedte 125 achttonen. Het is bekend, de centrale frequentie 355 hertz. En daarnaast hebben we een fotootje in SSTV BW12. Sinds gisteren is trouwens ook de YouTube-pagina met het archief van de Daily Minutes weer up-to-date. De bedoeling is om dat zo te houden. Net als gisteren is er niet zo heel veel nieuws, daarom houdt hij het bij het nieuws op wat korte mededelingen. De eerste aurora's van 2016 worden vandaag al verwacht doordat een CME een zonnestorm van gemiddelde sterkte opwekte. Er is een kans dat de geomagnetische storm ook morgen 2 januari aanhoudt. Verder is zondag de gedenkwaardige dag dat de 1500ste Doetinchemse koffieronde wordt gehouden. We berichten daar al eerder uitgebreid over. Een uur eerder dan normaal kan zondag vanaf 10 uur de speciale call PA 1500DKR van de ronde al worden gewerkt. Vanaf 11 uur gaat de 1500ste ronde officieel van start en na de ronde is er opnieuw gelegenheid om de speciale roepletters te werken. Rondeleider zondag is PA2OLD die zich ook geregeld naar de Daily Minutes laat horen. Meer informatie over de ronde is te vinden op de site van Ben, www.pa2old.nl. Denk vanavond ook nog even aan de lange uitzending van de Daily Minutes op PI3 UTR vanaf 10:30 is dat. Vandaag gaan we verder met de serie over Scheveningen Radio. Een schip op volle zee heeft de ruimte. In een omtrek van honderden mijlen kan het alleen zijn. Vooral dan zal het voor de mensen die het herbergt een veilig thuis moeten zijn. Daarom moeten schepen boven de 1600 ton een radiotelegrafist aan boord hebben. Ook al gebeurt het niet alle dagen, er zijn genoeg redenen denkbaar die een snelle communicatie met andere schepen of met radiokuststations een zaak van leven of dood maken. Want zou een schip geen communicatiemogelijkheden hebben, dan kan het met zijn opvarenden in geval van nood aan het lot overgeleverd zijn. Naast het schip van de hoogst mogelijke veiligheid te verzekeren, heeft de radioofficier tot taak de luisterwachten te verrichten, tijdseinen, radionieuws en weerberichten te ontvangen en voorts alle mogelijke berichten op te nemen of uit te zenden die voor de rederij, de kapitein en de overige opvarenden van belang zijn. Deze berichten worden opgevangen door Scheveningen Radio en afgeleverd aan de geadresseerden. Scheveningen Radio, hier de Overijssel. Dat is goed ontvangen hier wel. Stand bij voor Amsterdam. Ondanks de moderne ontwikkelingen blijven de morsetekens een onmisbaar middel voor de radiocommunicatie. En die morsetekens krijgt de aspirant radioofficier dan ook letterlijk en figuurlijk in de vingers tijdens zijn tweejarige opleiding op de Radio Holland of Zeevaartscholen. Naast morsetekens zal de toekomstige radioofficier ook veel in zijn mars moeten hebben op het gebied van de scheepselektronica. Een ruime theoretische en praktische kennis van zenders, ontvangers, echoloden, radiopeilapparatuur en radars is noodzakelijk. Kortom, het hele arsenaal en elektronische apparatuur aan boord mag voor hem niet de toverapparatuur zijn die het voor de niet-ingewijden vormt. Want de radioofficier zal de man moeten zijn die al dat elektronisch vernuft in bedrijf moet houden. En daarop is ook zijn opleiding gericht. Hij is een vakman die overal en waar ook ter wereld emplooi zal kunnen vinden. En dat beslist niet op zee alleen. Zend op vrachtspoel kapot. Sterke buizen die slecht zijn. Ja. Ja, zet de zender maar bij. Kunstantenne goed. Op A2. En hem even afstemmen. Meet eens even die spanning. Ja, hoeveel millischeelt die? Ja, dat is hem al zo ongeveer. Nou, begin maar te roepen. PCH, Woutersom, daar komt ie. Ja. We stemmen af op 8622 op AVC. Deze, Siemens en de BC348. En dan vinden we daar de PCH3-zender. Natuurlijk wordt de toekomstige radioofficier ook vertrouwd gemaakt in het bekwaam en snel hanteren van die apparatuur om aan eventuele noodsituaties zo goed mogelijk het hoofd te bieden.
Van zijn inzicht en vakbekwaamheid kan op een bepaald moment veel, misschien wel alles, afhangen. Hier wordt een kleine radiotelegrafie-zendontvanger, die in noodgevallen overboord gezet kan worden, uit het water gevist en in de kortst mogelijke tijd in bedrijf gesteld. Ook dit schip heeft een radioofficier aan boord, een vak die de veiligheid verhoogt die de communicatie van het schip verzorgt. Wellicht rijst de vraag, wie kan tot dit beroep opgeleid worden? In aanmerking daarvoor komen jongelui die een MULO of HBS hebben doorlopen en nog niet de 20-jarige leeftijd bereikt hebben. Belangrijk is te weten dat men tijdens de opleiding en uitoefening van het beroep vrijgesteld wordt van de militaire dienstplicht. Hebt u belangstelling voor dit beroep, dat bovendien kan dienen als aanloop voor een carrière aan de wal, dan kunt u nadere inlichtingen krijgen via de stichting Socutera, postbus 93 in Den Haag. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. Een heel nieuw jaar. Hoe krijgen we dat nou weer op? Nou, gewoon beetje bij beetje. Net als die chocoladeletter die je van Bonte Klaas nog over hebt.